De magie van verbinding staat centraal bij een expositie van Kunstcollectief Het Venster. Deze maand in Herveld en Zetten. En rechts een uh, mogelijk een westerse vrouw. gebotoxd een beetje. Uh, een beetje gekunsteld, mascara. Vrij onecht. En die tegenstelling heeft hij op deze manier in de expositie willen verbinden. Het idee ontstond in de coronaperiode. Zoals de naam doet vermoeden, kan verbinding veel goede ideeën opleveren. Eh. Uh... 1 plus 1 kan 3 zijn, kan 3 opleveren. En met name in de coronatijd, anderhalf jaar geleden, toen we begonnen met het project, dachten we aan zo'n thema. In coronatijd had iedereen het over verbinding. En als kunstenaars samen in koppels ook nog eens gaan werken, want dat was ook het idee. Hè? We doen jonge en oudere kunstenaars in koppels aan dit thema laten werken. Ja, dan krijg je misschien wel een hele magische uh, samenwerking die uh, iets meer oplevert dan 1 plus 1 is 2. Het idee van deze samenwerking kwam niet uit de lucht vallen. Stichting Raamwerk en met name het kunstenaarscollectief, het Venster. zijn we op zoek naar jonge leden. Ik ben een van de wat ouderen en ze worden allemaal ouder. En we hebben toch een aantal jonge kunstenaars nu uit de regio Overbetuwe. Vaak ook met de geschiedenis op bepaalde artes, de kunstacademie. Kunnen prikkelen om mee te doen en we hopen dat we de contacten houden en dat we het verder kunnen uitbreiden. Elke ruimte van de Oude Gimzaal hangt vol met kunst. We zijn hier in de kleedkamer van de Oude Gimzaal. En dit zijn producten van de workshop van Jeroen Pronk. Daarnaast hebben we daar nog video-installatie van een paar kunstenaars waar mensen kunnen kijken. En verrassend, maar hoogst noodzakelijk, heeft Jeroen Pronk deze ruimte omgevormd tot iets waardoor je misschien wat sneller naar de wc zou kunnen gaan. De expositie is de hele mei maand nog te bezoeken. En dat is misschien wel een laatste kans, want er is zeker geen garantie op een nieuwe tentoonstelling op korte termijn. Zeer zeker. Alleen mijn vrouw zit er even niet op te wachten. En ook de partners van de andere twee organisatoren zitten er niet op te wachten dat we dat heel snel weer gaan doen. Maar ik heb al een idee.